Rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Romeo gaat bij de fontein zitten. Daar is het lekker koel. Het water spat in het rond. Langs de waterkant liggen veel bootjes. Het is deze week de week van de alfabetisering en in het hele land zijn overal activiteiten met het doel om het probleem van laaggeletterdheid aan de orde te stellen. En we hebben deze week een aantal activiteiten gehad en een van de activiteiten was een leesestafette. We zijn met een heel grote groep mensen van de Taalpunt, bibliotheek en allerlei andere organisaties, Schop Welzijn, taalvrijwilligers, zijn we de stad ingegaan en hebben op verschillende punten in de grote straat hebben we voorgelezen uit een makkelijk lezenboek. Romeo en Julia, heel bekend van Shakespeare. Dan ziet hij Romeo. Goedemorgen vriend, goedemorgen vriend. Zegt hij, met een vrijmoedige stem. Goedemorgen vriend, goedemorgen vriend. Dat kan toch niet, zegt Romeo. Hij reist met zinloos blote voeten. Je lijkt wel een werkman, zegt hij. Heel bekend van Shakespeare. Nou, het boek is hertaald in eenvoudig Nederlands om het voor laaggeletterden ook leesbaar te maken. En we hebben het gedaan om wat aandacht te vragen voor het probleem van laaggeletterdheid, waar ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders mee zitten. Nou kijk, we hebben in de bibliotheek natuurlijk ons Taalpunt. En we hebben in de stad proberen ook wat Almeloers wat meer bekendheid te geven, ook voor ons Taalpunt. En ja goed, de bibliotheek blijft natuurlijk belangrijk als het om lezen gaat. Hè. Van jongs af aan is het belangrijk dat kinderen gaan lezen. En ook op oudere leeftijd. En we hebben eigenlijk voor elke doelgroep ook wel boeken. Dus ook hier achter mij de collectie makkelijke leesboeken voor volwassenen en jongeren. Taalpunt, dat heeft een aantal momenten in de week dat mensen zich hier kunnen melden. En dat zijn dan taalvrijwilligers, plus mensen van het ROC en van Schop Welzijn. Mensen krijgen een intakegesprek en dan wordt gekeken waar iemand behoefte aan is. Wil die bijgeschoold worden in schrijven of wil die leren een sollicitatiebrief schrijven, ik noem maar op. En dan wordt er gekeken wat is voor die persoon het beste. Het kan zijn dat iemand dan in een cursus, bijvoorbeeld bij het ROC, een cursus gaat volgen. Of iemand wordt gekoppeld aan een taalvrijwilliger, dus dan krijgt die individueel les. Er is vanuit de Landelijke Stichting Lezen en Schrijven is er heel veel goed lesmateriaal ontwikkeld. En dan wordt een methode uitgezocht. En dan worden de afspraken gemaakt. Dan krijgt iemand dus één keer per week van een vrijwillige les. En dat kan zijn hier in de bibliotheek of op een andere plek in de stad. Een locatie van Schop Welzijn bijvoorbeeld. Maar we hebben inmiddels een paar honderd mensen zijn hier al geweest sinds wij het Taalpunt begonnen zijn in 2013. Ik geloof dat we zelfs op iets van 400 mensen zitten. Meer dan 400.